Als 22-jarige vrouw uit Weert je eigen werken terugvinden op de grootste kunstbeurs van de wereld, op de TFAF in Maastricht. Dat is toch echt ongekend om mee te maken. Het overkomt de 22-jarige Sis Sluiter uit Weert. En in al die faam heeft ze de tijd genomen voor WeerdFM. Sis, goedemiddag. Goedemiddag, wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja, fijn dat je er bent. Door wat voor enorme achtbaan ga jij op dit moment? Oh, zo ongekend veel. Ja, ik ben zo enthousiast. Ik kan ook niet stoppen met lachen eigenlijk. Ja. Ja, neem eens even mee. Wie ben je? Wat doe je? En ja, waarom zit je hier in de studio? Nou, ik ben Sis Sluiter. Ik heb hiervoor een decoratie-restauratie-schilderopleiding gedaan. En toen dacht ik, weet je, ik vind het decoreren, het restaureren van dingen, kan ik niet helemaal mijn ei in kwijt. Dus ik ga de kunstacademie doen in Maastricht. Mm-hmm. En ik schilder dus vooral. En dat doe ik dus nu. Ja, en dat doe jij niet onverdienstelijk, want jouw werken hangen op de TFAF. Ja, op de TFAF, tijdens de TFAF. Het is geselecteerd door TFAF, een soort van subprogramma. Dat is nieuw. Dat heet Young Artist Unveiled, zeg maar. Mm-hmm. Dus daarmee wil de TFAF jonge kunstenaars een platform geven. Wat ook echt nodig is trouwens. Waarom is dat nodig? Omdat het heel moeilijk is om als jonge kunstenaar ertussen te komen. Ja. Het is sowieso moeilijk om je geld mee te verdienen, zeg maar. Mm-hmm. En daarom ben ik ook echt ontzettend dankbaar dat TFAF zoiets heeft gedaan. En er waren ontzettend veel aanmeldingen. Ja. Dus ik heb ook echt wel hard moeten werken om er doorheen te kunnen komen. En hoe is dat dan gekomen? Want je zegt veel aanmeldingen. Is dat dan een soort wedstrijd geweest? Is dat een soort, neem eens mee. Ik moest mijn werken insturen. Dat is natuurlijk heel spannend. Want het zijn een beetje mijn kindjes eigenlijk. Ik zet er heel veel gevoel in. En dat is ook de eerste keer dat ik het echt liet zien. Buiten familie en mijn docenten om, zeg maar. Mm-hmm. En dan stuur ik het op en dan zet ik er een stukje bij. Voor mij, mijn werk gaat vooral over maatschappelijke onderwerpen, waar ik vind dat te weinig aandacht om wordt besteed. Denk bijvoorbeeld aan feminisme, depressie, eenzaamheid, dat soort dingen. Mm-hmm. En dan stuur ik dat op naar naar TFAF, zeg maar. Dan gaat de commissie er naar kijken. Gaat er naar kijken en dan wordt het teruggebracht van zoveel aanmeldingen naar 50 en dan naar 25. Ja. En dan uiteindelijk zit je er nog steeds bij. En dan en op een gegeven moment heb je dan ook het idee, dit zou wel eens kunnen gaan lukken. Ja, dat had ik helemaal niet verwacht eigenlijk. Nee. En dan wordt het toch wel heel bijzonder en spannend. En dan komt daar het moment dat jij een bericht krijgt, beste Sis, jouw werken komen echt te hangen. Ja. Ja, ik was echt, ik was helemaal overdonderd. Ja, ik was zo blij. Ja, ja. Nou, het is dit weekend, het is vorig weekend al voor de Happy Few open gegaan. Dit weekend dan voor alle bezoekers. Ja. Gisteren daar de officiële opening van, mogen we denk ik wel zeggen. Officiële opening, ja. Ja, wel, hoe was dat? Spannend? Heel spannend. Ja, het was heel spannend, maar heel bijzonder. Ik vond het heel leuk om iedereen te zien kijken naar mijn werk. Mm-hmm. Ik vind het fantastisch om over mijn werk te praten. En vooral ook de mensen van, hey, ik ben speciaal voor jou gekomen. Ik heb het gelezen in de Limburger. Dat maakt me gewoon echt heel blij. Dat verwarmt echt mijn hart. Ja, ik kan me zeker iets bij voorstellen. Wat bijzonder. Is het ook niet ergens een beetje spannend dat je datgene wat je in je eigen kokonnetje hebt gemaakt, waar niemand bij was, daar je zet je gedachten, kan ik me zo voorstellen, op het doek. En dan gaan in één keer mensen daar naar kijken en ook iets van vinden. Ja. En misschien ook wel vragen over stellen. Ja, dat is heel spannend. Ja, ik kan er niks anders over zeggen. Ja, het is heel spannend. En vooral om het te laten zien dan ook aan mijn docenten. Dat klinkt heel, heel raar, maar je kijkt toch op als kunstacademie leerling naar je docenten, zeg maar. Ja, want dat zijn ook geen pannenkoeken die daar les geven. Nee, precies. Dus ja, dat is echt een soort van, daar hecht ik zoveel waarde aan hun mening. En hun hadden ook heel veel schilderijen nog niet van mij gezien. En dan was dat voor mij wel heel spannend om ook hun mening daarover te horen uiteindelijk. Ja, nee, zeker. Oh, heel bijzonder. Hey, maar nu sta je dan als 22-jarige, je werken die hangen daar. Ja. Een megadroom die uitkomt, denk ik. Zeker, ja. Is er nou nog iets wel te dromen over dan? Ja, 100%. Nog zoveel meer. Ja? Ja, het is voor mij meer een start, denk ik. Ik hoop nog in, ik heb natuurlijk wel iedereen een beetje nodig. Ik denk dat ik jullie allemaal ook nodig heb om een beetje mij te zien en te komen kijken en mijn aandacht te kunnen geven, zodat ik ook de ruimte heb om nog meer te kunnen en mogen creëren. Ja. En dan hoop ik nog meer exposities te doen en museum en het liefst ook niet in Nederland. Mijn dromen gaan nog zoveel verder dan dat. Ja. Dat zou natuurlijk wel echt helemaal fantastisch zijn. Een vrouw met ambitie. Ja, dat hoop ik wel.
Hey, ja. En ja, ook even de zakelijke kant. Werkt het ook een beetje? Willen mensen het kopen? Ja, zeker. Ja, 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 het is natuurlijk gisteren is de opening geweest. Maar voordat de opening was, waren er al 2 werken verkocht. Oh, wauw. En dat is echt al best wel, ja, best wel een ding. Ja. En ja, er liggen ook al wel wat schilderijen optie. Dus dat betekent dat ze geproefhangen worden in iemands huis. Ja. Ik wist niet dat dat kon, maar dat kan blijkbaar. Ja. Maar er is ook nog best wel wat beschikbaar. Dus, maar ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Ja, hoe werkt dat eigenlijk, dat bepalen van zo'n prijs van zo'n werk? Want het lijkt me zo moeilijk. Ja, het was ook echt heel moeilijk. Maar ik moet zeggen... Doe je dat zelf? Neem je daar andere mensen in mee? Mijn galeriehouder, die heeft me daar wel echt heel erg mee geholpen. Wat ik heel erg waardeer. Mm-hmm. Want ik heb er zelf natuurlijk helemaal geen kijk op. Ja. Maar ik ben wel een van de enige jonge kunstenaars die heel veel geld ook besteedt in materiaalkosten. Ook vanwege mijn achtergrond maak ik alles zelf. Ja. Dus mijn frames maak ik zelf. Het natuurlinnen is echt natuurlinnen, dat span ik zelf op. Dat is die achtergrond van restaurateur waar je het net over had. Ja, ja. Precies. En er zit dus echt wel heel veel kwaliteit achter. Dus ik kan ook iedereen aanraden, als ze mijn werk kopen, garanderen het gaat onder de jaren mee. Want ik heb daarvoor gestudeerd. Ja, precies. En ik weet precies wat ik moet doen. Ja. Maar daar zit natuurlijk wel een prijskaartje aan. Ja. Ook al alleen maar het materiaal. En dan gaat natuurlijk ook een groot gedeelte naar de galeriehouder. Wat ik snap, want ze doen ontzettend veel voor mij. En dat is natuurlijk, ja, het volledig waard. Ja. Maar daarin hou ik dus zelf niet zo heel veel over. Maar dat is niet erg. Want het is voor mij echt een soort van gezien worden. En ik ben heel blij met de aandacht. En dus ik hoop wel dat er ooit nog misschien iets van groeiing kan mag zitten. En zoals het nu gaat, denk ik wel... Dat erin zit voor mij. Ja, allee, je bent 22, laat lekker gaan, toch? Ja, is ook zo. Neem ik ben tijd. Al zo dankbaar voor alles. Dus. Ja. Hey, nou, de TFAF duurt deze week nog. Ja. Hoe vaak ga je er nog langs? Even kijken hoe het er allemaal bij hangt. Ja, nou, heel vaak. Zo vaak mogelijk. Ja. En jullie mogen ook allemaal langskomen en ik ben er bijna altijd. Dus je kunt me altijd aanspreken. Ja. Ja, dus. Nou, mooi. Mag ik jou danken voor jouw komst naar de studio op deze zondagmiddag? Dankjewel. Ja. En succes komende week. En dat alle dromen die er nog aankomen, dat die uit mogen komen. Dankjewel. Dat is leuk. Hier hoor je thuis.